Vanaf vandaag is de tentoonstelling Minerva Most Talented geopend. 10 getalenteerde studenten van de Academie Minerva presenteren daar hun eigen werk. Tijdens de tentoonstelling zijn verschillende kunstwerken te zien en worden er rondleidingen en diverse lezingen gegeven. Nou, we presenteren het nieuwe talent van het Noorden, zeg maar. Er hangen schilderijen, beeldhouwwerken, ruimtelijke werken, installaties. Ja. Allemaal door jullie zelf gemaakt? Door de mensen die meedoen aan de expositie. De studenten willen de wereld niet laten wachten op hun eindexamen, die pas over 1,5 jaar plaatsvindt. Deze tentoonstelling is een voorbereiding op ons eindexamen. Dat is over 1,5 jaar. Maar we willen eigenlijk alvast alles goed leren. We willen ook buiten de school afstuderen en op eigen locaties met eigen initiatieven. We willen alles zelf kunnen regelen en ook onze eigen perslijst samen kunnen stellen, onze eigen galeries aan kunnen schrijven. En vandaar dat we alvast een oefening doen. Dus we zijn nu op tijd, zeg maar 1,5 jaar. We herhalen het nog een keer en misschien nog een keer. En dan als we eindelijk afstuderen, dan is onze naam bekend en onze hoofden vooral bekend. Want we hebben ook pasfoto's en zo naar alle galeries gestuurd. Okay. Dus dan hopen we dat we al een beetje bekend zijn eigenlijk. De studenten hebben hoge verwachtingen en zijn nu al bezig met een toekomst op te bouwen. Ik verwacht een groot succes. Ja, gewoon een dolle bende en het is helemaal onze eigen expositie. Dus het is weer eens wat anders. Geïnteresseerden kunnen de tentoonstelling gratis bewonderen tot en met zaterdagavond aan de Oosterhamrikade 5.